Luisteraars, we zijn nog steeds afgestemd op Radio Hoogeland. Vanaf de Hoogeland natuurlijk op de 1063. En dan heb ik hier zomaar even een enorm bekende Manoos-muziek. Hallo! Hallo, dag Jan. Ja, mijn naam is Birdie. Oh ja. Ja, nou ja, mijn naam is Birdie. Mijn naam is Bert Schul natuurlijk. Ja, Bert Schul. Ook wel Birdie genoemd. Ja, als artiest moet je toch een naam bedenken. Dus had een kameraad van mij die noemde mij altijd Birdie. En toen ik de eerste plootje maakte, de Visser van Zolkamp, dan dacht ik, dat moet dat maar doen. Ja, precies. En daar ik bij Engbert Groepen zat, bij RTV Noord, zei Engbert, waarom heet je Birdie? Ik zei, ja, ik zei, dat is voor internationale naam. Als ik Europees een keer doorbreek, dan heb ik voor een goede naam. Ja, dat kan je ook nog voor. Dat kan ook maar ja, wat gebeurt er in Jorden Loder? Er komt er zo'n witje uit Engeland. Ja. Die noemt zich ook Birdie. Oh ja, en word ik zomaar in aankondigd op 538, ik denk, nou jongens, verdorie, dan komt mijn nummer op 538. En hier is het allernieuwste blad van Birdie. Ik denk, nou, dan kom ik, ja. Ja, ja mooi nou, hij was een beetje van 15 jaar. Ik denk, ja, verdorie, dat me dat overkomt. Dat is toch ook niet best. Dat is ook weer mijn wat een fan. Nou, welkom in de studio hier bij Hoogeland. Ja, leuk dat ik hier even te gast mag weten. Ja, geweldig om om met bij die piratenjongens langs te gaan. Ik heb er nooit zoveel tijd voor, omdat ik natuurlijk ook nog een beetje waak. Hè? Zo ja, tussen de deur. Chauffeur, buschauffeur. Ja, ja, buschauffeur met de Gielbus. Hè? Tegenwoordig, hè? Ja. Maar ik vind het altijd mooi om ook even je gezicht te laten zijn. Hè? Je draait een beeld ploten van ons. En, ja. Nou, ik wil eigenlijk wel bij alle piratenjongens langs, maar dat lukt niet gewoon. Nee, dat wordt een beetje te veel. Hè? Dus maar, een beetje in de buurt hebben hier. Hier ja, we met de vriend van Rocky straks hebben. Die komt meestal eerst in de buurt en misschien dat we nog wel wat verder gaan. Maar ja. Vandaag naar in ieder geval. Nee, precies. Grappig, om de uur wordt een beetje veel. Hè? Ja, nou jullie draaien gewoon voor onze regio, voor het Hoge Land. En dat is natuurlijk belangrijk om door te beginnen natuurlijk. Ja, zo is dat. Ja. Mooi norm ook, jongens. Ja, hè? Radio Hoogeland. Ja, geweldig. Ja, daar hebben ze het ook van afgekeken, hè? Van die gemeenteboom. Zeg maar. Ja, je hebt van onze partij afgekeken, zeg maar. Hoogeland, oh, ja, dat was het ja, ik was ook nog even lijstduur, hè? Ja. Hij verloopt, maar ja. Nee, ben jij in de rood komen. Nee, oh nee, mijn fans die wonen allemaal boeten op het Hoogeland. Ja, precies. Dus die ja, kon niet stemmen, maar dat was het probleem. Want in de provincie woon je naar het eerst, zeggen ze altijd. Wat ja, jawel, jongens, dat is zeker wel. Jawel, valt ook wel weer mee. Mooie ploten, hè? Die bij kerst met mijn ouders thuis. Vind ik ook hartstikke mooi, zeg maar. Ja, ja, mooi nummertje. Ja. Ik wil eens een keer wat anders dan wat er allemaal is. En, ja. Ja, ik toch een klein beetje geïnspireerd door het mannetje uit België. Welk mannetje? Nou, dat ik vrouw zelf nog achter de zender zat, dan draaide bij ons in Durban ook een jongen die draaide een plootje van. Hoe had die man ook weer? Hoe is dat nou mee, Jan? Nee. Ja, die Vaske. Ja. Ah, uit België. Die had ook iets. Jean-Marie Paf, nee, dat is voetbal. Die had ook iets op dat gebied. En dat heb ik me wel door geïnspireerd, Lord. Maar ik vind wel, als je terugdenkt naar vroeger, dan heeft altijd wel dat warme gevuil van je alles. Hè, dat je bij je alles toe woonde, zonder stress en zonder zorgen. En dan lekker kerst. Ja, nou, goud, je had allemaal geen zorgen. En tegenwoordig mag je overal drogen. Ja, wordt koud voor is, maar ik ook niet. Nee, maar ja, we doen het wel, hè? Ja, we doen het wel. Ja, dat is zo. Huh? We zijn allemaal zo gek, ja, dat we zo overal drogen mogen. Ja, precies. Mijn vrouw rijdt dat nooit en dat vond ik mooi tijd. Dus ik denk, nou, als ik toch nog een vers over mag, dan kan ik ook weer terug denken aan vrouwen. Ja. En dan hebben ze even een stukje rust. Ja, precies. Hoe mooi is dat? Dat is wel mooi ploor, dat slaat wel aan. Hè? Ah, ja, Rob, slaat er niet aan, joh. Dat kan me niet zoveel schelen. Dat is wel nog wel mooi. Dat is wel een beetje met die zulf op de Radio Lauwens C, zeg maar. Dat draait door de zulf, zeg maar. Ja, dat is ook zo. Dat is de primeur, hè. Ja, dat is mooi, dacht ik. Nou, was wat eerst, als ik naar plootje schreef, dan is Wilma Fok degene die zegt van, ik vind waard of ik vind niks. Ja, precies. Maar ze had ook wel eens niet meer zeggen, ik vind helemaal niks. En dan zeg ik, ja, maar ik vind het wel waar, dus ik breng hem wel toe. Oké. Hij werd er ook niks, hè. Maar dat wel geliekt, ja. Volk heeft ze wel geliekt. Ja. Maar ik ben zo wel wie is uit de pest, hè. Dus, ja, dat is niet helemaal, hè. Ja, nee, met van die jong. Ja, die rode jongens. Ja, dat ben ik ook van die uitwiese jongens. Ja. Ik ben ook Einzelgangers. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus dan is er verder nog wat spannend op school. Bestond van, joh, nieuwe CD.
Ja, ik ben met Martin Sterk in de studio wel bezig met een nieuw nummer. Ook zelfs voor de Piratenjongens. Dat is een polka. Martin die zei van, dit is... Ja, ik kwam met Martin en Martin zei van, ja, we moeten wat nice bedenken. Ja, ik zei, dat loof ik ook. En het was handig om een keer wat nice, echt wat nice te bedenken. Ja, precies. En dan komt Martin van, wat zei je? Of ik heb het, zei ik heb het. Maar ging achter zien, keyboard zitten en speelde waar ik dit nou was. Toen dan word ik ook nog even. Ik zei nou, begin met polka. Ja, zei je, dat is een keer wat aan. Ze is toen nog een keer erdoor. Ik zei, dat klopt. En de Piratenjongens ben ook maar gek van polka's. Ja, 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 wie ook, ja. Dat is wel mooi, hè? Nou, dus het wordt een beetje een polka-achtig luidje. En ja, daar heb ik zelf, heb ik er natuurlijk ook weer een beetje aan mee door. Ik moet zelf ook een beetje inbrengen natuurlijk, anders komt dat niet koud. Kom erbij, kom erbij, kom erbij. Dat is een beetje het, ja, dat je, kom erbij. Ja, precies. Nou, dus met de Piratenjongens zo, als je een feestje bent, kom erbij jongens. Ja, kom erbij. Als je naar de discotheek gewoon kom erbij. Dus uiteindelijk vond ik dat wel een mooie kreet. Ja, precies. Ja. Dus de kreet is, kom erbij. En voor de rest, nou, mooi maar kijken, hè, wat het wordt. Ja, zo is dat. Ja, nou, mooi. Nou, dan wachten we daar rustig polka. Op. Nou, het is weer al wat anders, hè. Nou, dat is nog een nummertje wat... wat bijzonder schreef met me. Ik ben vaak op de bus, als ik gewoon mensen in de bus heb, dan kan ik praten denken. En dan bedenk ik wat en dan denk ik, frik, dat is wel wat leuks voor de nightlight. Ja, precies. Wat er gebeurt. En dan heb ik telefoon bij me, dan neem ik dat zeg maar gelijk op. Nee, wat daar nou ook doet, zeg maar. Ja, je neemt het live op, als je telefoon straks volgt. Dan neem ik dat in op, wat ik dit bedenk voor flauwekul, zo heb ik een kerstplootje op bedacht. Ja. En zo had ik me zo'n ook deuntje in mijn kop en dan zing ik dan even in de bus. Ja, als ze gewoon nooit niet zitten. Als ze gewoon nooit niet zitten. Best doordat Martin ook een hele mooie arrangement op maakt. En door willen we ook mee aan de slag. Dus er zijn al twee nummers op stoel. Dat is mogelijk. Ja, ploep, ploep, ploep. Dat is dan album vol, jongens. Ja, dat is een mooi album van Bernie. Nou ja, en ik had ook gezegd. Dat kerstnummer was een voorloper op een kerstalbum, wat ik volgend jaar ook wil opbrengen. Okay, maar dat kost praan met geld, dus ik ben nog op zoek naar mensen met een hoop geld. Ja, ja. Dan ben je door weer in pistool. Ja. Zal ik kieken achterom? Ja, en dan nog mensen met geld die zo naar kwijt naar kloof naar iemand. Dat is ook een vrijwillige bus. Oh, die bus, ik heb hem ook wel gebruikt. Dat. Dan voelen we daar gewoon op tof. Hoor. Ja, ja, ja. Dat denk ik gewoon nodig. Dat denk ik ook. Soms met je vrouw natuurlijk. In de organisatie, onderaan. Ja, nou ja. Welke gek stelt nou zijn room te beschikbaar voor het poel van die amateurs? Ja. Dan moet je toch wel gauw gek weten. Nou ja, dat is wel gek. Nou, dat bedoel ik. Dat ben ik er over het algemeen. Maar gauw, het is natuurlijk improviseren, dus het wordt misschien wel draaimal niks. Maar wie kent wel in Paboiden, ja. Ja, we moeten kijken of dat een beetje... Hè? Als niks wordt, dan stop ik gewoon weer. Ja, zo is dat. Norm natuurlijk, het is schande goed. Nee, dat is al 25 jaar, man. Oh ja, dat is aard natuurlijk weer, ja. Die heeft ook alleen nog maar naar beneden trapt in de fiets. Dat heeft dat wel weer gemerkt. Dat zal wel een keer dan zijn, maar. Ja, zullen we dat even proberen? Ja, dan moet even die andere herrie maar. Wat is mijn koptelefoon wel eens, Jan? Dat er een beetje meer volume opkomt. Maar, ja. Deze heb stil zijn. Harry begint die schuin al stil. Hey, wacht eens. Okay. Heb je ook vogels? Ja, ik heb ook vogels. Nee, zeker. Ik wil niet zeggen. Vogels er tussen. Nou, dat is een keer de harde. Oh, zo. Oh ja. Succes, Bert. Staak de mensen. Nou. Ja, Aris is gewoon fan van me, maar dat is wel. Nee, nee, dat geeft niks. Ik heb geen spoor meer van jou. Beloofde je mij daarvoor trouw? Het moest liefde zijn. Ware liefde zijn. Oké, ik wil je zo graag zien, en jij mij ook misschien, ik heb naar jou gesmaakt. Ik was verliefd op jou, beloofde jou mijn trouw, in deze zomernacht. Jij zei we zien elkaar, al wordt het volgend jaar, geloof ik wacht op jou. En als wij elkaar zien, geef ik aan jou mijn eeuwige trouw. Oké, luisteraars van Ongeland Radio Team. Achter de knopjes Jan,
En ja, Jan die heeft zijn vrouwtje ten huwelijk geplaatst. Dus, heel Zo